stuk te gooien? Ach, gewoon moedertje. Scherven brengen geluk. Zo, en nou ga ik Daisy pianoles geven. Peter, ik geloof dat jij tot over je oren verliefd bent op dat leerlingetje. Ik heb laatst een foto van haar genomen. Vindt u dat niet aardig? Maar Johan, ik heb je toch uitdrukkelijk gezegd dat ik geen boter en suiker meer op de ontbijttafel wil zien. Maar meneer wil wel boter en suiker op de ontbijttafel zien. Ik heb je toch al 100 keer gezegd dat ik daarover te zeggen heb en niet vader. Maar nou heb ik er genoeg van. Je bent ontslagen. Morgen, Daisy. Goedemorgen, vadertje. Wat zie je er goed uit. Net een jonge man. Zie je, zo gaat het nou als je altijd doet wat ik zeg en vroeg naar je bed gaat. Waar is Johan? Spijt me zeer, maar ik ben ontslagen. Ben je nou alweer ontslagen? Ja, dat is voor de 496ste keer in de 16 jaar dat ik hier in dienst ben. Ik kan bijna mijn ontslagjubileum vieren. Waar blijf je nou weer, Johan? Juffrouw Daisy heeft me zojuist ontslagen. Juffrouw Daisy heeft niets te ontslaan. Waar is de boter? En de suiker voor de koffie? En juffrouw Daisy heeft mij gezegd... Ach, wat juffrouw Daisy. Ik verlang dat de tafel 's morgens behoorlijk gedekt wordt. Ik heb genoeg van je. Pak je rommeltje maar in. Kan je niet meer zien. Zal je nou lief zijn? Hoe kan dat nou? Ik krijg niet eens een behoorlijk ontbijt. Ja, moet ik nou een dikke, oude, knorrige vader krijgen? Of een jonge, mooie, slanke papa? Maar wat heeft dat nou met mijn ontbijt te maken? Je moet toch een beetje magerder worden. Daarom mag je geen suiker en geen boter gebruiken. Als jij nou erg je best doet, dan zie je over 4 weken net zo uit als Maurice Chevalier. Met zo'n lip? Nee... Zo slang. Hier, drink dat nou maar eens op. Wat is dat? Koffie zonder suiker en zonder melk? Dank je. Hé, toe nou, wees nou lief, ouwe lobbes. Is dat alles? Zonder boter? Juist. Johan. Johan, Johan. Wat ga jij nou doen? Meneer heeft me toch zojuist ontslagen. Heb ik jou ontslagen? Vooruit, het spreekuur begint. Ga direct naar de wachtkamer. Ik ben eigenlijk wel een beetje bang voor tandartsen. Oh, maar u zult zien, als hij uw kies trekt, is het werkelijk een genoegen. Wat, vindt u het leuk als die u een kies trekt? Oh nee, dat is de huisknecht. Wie volgt? Mama, gaat u zitten. Mama. U schijnt doof te zijn, neemt u plaats. Ja, mama. Vooruit, alsjeblieft. Mama. Ik hoef u dan maar na te schreeuwen, want ik doe heus geen pijn. Doet uw mond ver open, zonder te schreeuwen. Ja, maar. Dat ziet er verschrikkelijk uit. Daar zal ik even mijn collega bij moeten roepen. Die pianoleraar is binnen. Hou hem een beetje in de gaten. Je kunt die kerels nooit vertrouwen. Als de handjes en de voetjes bij elkaar komen. Enfin, je begrijpt me wel. Ja, meneer. Maakt uw mond eens open. Mama, mama, mag ik u een paar potlodenverkoop. Wat markeert u, meneer? Laat u maar even uitpraten. Ja, maar... Mama... Ik heb heus geen tijd, meneer. Pap, potloden verkopen. De dubbeltje per stuk. Meneer, mijn tijd is beperkt. 5 cent goedkoper halen. U komt er wel uit. Ja, maar... Dag, meneer. Wie volgt? Dag, mevrouwtje. Dag, dokter. Wat scheelt er nou weer aan? U is toch gisteren pas hier geweest? Oh, dokter, ik heb toch zo'n verschrikkelijke tandpijn. Tandpijn? Ja. Met zo'n vrolijk gezicht. Enfin, gaat u maar zitten. U maakt steeds weer dezelfde fout. U zet altijd uw vierde vinger verkeerd. Die vierde. Nee. Er is helaas niets voor de tandarts te verdienen, mevrouwtje. U hebt het mooiste gebit van de hele wereld. Zegt u dat nog eens, dokter? Dat er niets te verdienen is. Nee. U hebt het mooiste gebit van de hele wereld. Zou u me toch nog niet eens willen onderzoeken, dokter? De beste tandarts kan zich wel vergissen. Johan. Ga jij eens even in de spreekkamer kijken wat vader doet. Ik geloof dat die lieve, kokette dame er weer is. Als ze nou nog eens komt. En vader is er nog niet, dan trek je er maar al haar tanden en kies ze er gelijk uit. Dan mag ze met vader flirten. Vervelende etudes. Ik wou ook nou eens iets behoorlijks mocht spelen. Iets aardigs. Ik heb een lied dat ik zelf voor u gecomponeerd heb. Zal ik dat eens voor u zingen? Graag. Een zonnige dag. En een jonge student en een meisje blond blozend en fijn. Een uitgezocht plekje als niemand bekend, ten midden van geurend jasmijn. Een krekeltje stirt en een vogeltje zingt en de hele natuur die leeft mee. Gefluisterde woordjes, een lachje. Dit heeft u voor mij gecomponeerd? Natuurlijk. Ik dacht dat het u wel zou bevallen. U kust in mei een meisje, componeert een lied en dat draagt u mij op. U is wel brutaal, dat moet ik zeggen. Ja, maar Daisy, ik heb helemaal geen meisje gekust. Ik heb maar zo gedacht. Wat? Kijk. Dat. Mag ik u verzoeken andere meisjes het hoofd op hol te brengen? Wat jij, meneer? Ben je nou alweer ontslagen? Nee, nog niet. Maar men moet op alles voorbereid zijn. Drie keer op één dag. Dat is in de laatste 4 jaar niet meer gebeurd. Je moet je schamen. Ja, maar vader, we houden toch van elkaar. Des te erger. Een artiest zonder geld, zonder positie. Hij is toch een uitstekend zanger. Nou, ik moet er niet aan denken. Mijn dochter... Kindlief, je weet toch dat ik het goed met je meen. Dat ik heel veel van je hou. En daarom wil ik niet dat je een man krijgt waarvan ik niet zeker weet dat hij goed voor je kan zorgen. Arme Peter. Binnen. Heb ik jou niet gezegd dat jij die pianoleraar in de gaten moest houden? Dat heb ik gedaan, meneer. Zo, heb je dat gedaan? Je bent ontslagen. Pak je koffer. Mijn koffer staat hier altijd gepakt. Ben je altijd zo vrolijk en je zingt. Ik heb vandaag juist een lekkere tulband gebakken, omdat jij er zoveel van houdt. En nu eet je er niets van. Ik eet al, grootmoedertje. De advocaat heeft geschreven dat we hem weer een voorschot moeten sturen voor dat proces, dat etablissement. We sturen die man altijd maar geld en u wint dat proces toch niet. Ik hoop dat we het wel zullen winnen. Ik zou in die zaak toch het nodige kunnen verdienen. Kan jij die advocaat niet wat geld sturen? Ik heb geen geld, grootmoedertje. Dokter Herman heeft me ontslagen omdat ik zijn dochter een zoen heb gegeven. Misschien kan professor Berger je aan een andere leerling helpen. Dag, lieve professor. Daar ben ik weer. Wat kom je hier doen? Bent u boos dat ik gekomen ben, professor? Boos? Integendeel. Ik ben altijd blij als mijn oud-leerlingen weer eens bij me komen. Ach ja, ik was in Venetië. En toen dacht ik zo bij mezelf, kom, ik ga mijn goede oude professor Berger in Wenen eens opzoeken. Binnen. Professor, neemt u mij niet kwalijk als ik stoor, maar ik moet u een ogenblik dringend spreken. Een mooie pianoleraar hebt u mij aanbevolen. Wat is er gebeurd? Er gebeurd? Dat jonge mens heeft mijn dochter gezoend. En? En? Maar dat is toch meer dan erg? Mag je voorstellen, dokter Herman. Dit is mevrouw Lola Meertens. Aangenaam, mevrouw. Heel aangenaam. Aangenaam. Ga u zitten. Dank u. Vindt u het zo amusant, mevrouw, dat een pianoleraar mijn dochter zoent? Denkt u het zich eens even in. U is toch ook jong geweest? Dus nou vindt u me oud? Ach nee, zo bedoel ik het niet. Laten we zeggen een jonge man. Zoals u. Ziet een aardig jong meisje. Want dat is uw dochter toch zeker, niet waar? Mijn dochter Daisy. Nou, en of. Dan vindt u het dan zo te verwonderen dat... Peter u een zoen gegeven heeft me nou werkelijk met betrekking gekost. Maar daar had ik al aan gewend. Ik had u zo graag willen helpen. Jij blijft hier. En meneer heeft me zojuist ontslagen. Weet je nou nog niet dat ik hier in huis de baas ben? Nu ik weer aangenomen ben, zal ik natuurlijk proberen die zaak wel weer in orde te brengen. Die arme jongen, nou verdient hij nog minder. Ik zal zien wat ik voor u doen kan. Mevrouw Gruber, dokter Herman laat u nog een maand salaris brengen voor Peter. Dat is werkelijk heel aardig van dokter Herman. Maar is het nu zo'n grote misdaad als 2 jonge mensen van elkaar houden? Ik ben ook niet anders geweest. Ik ook niet. Ach, men vergeet zo gauw. Ik zou zelfs nu nog verliefd kunnen worden. Ik ook. Mijn hart is jong gebleven. Ja, maar mevrouw Goldberg, de mensen van tegenwoordig zijn zo heel anders. Nee, net als vroeger, meneer Johan. Ach, vroeger. Vroeger ging iedereen rustig zijn gang. Vroeger, toen waren de afstanden lang. Drink je nu 's morgens in Hongkong je thee, toch ben je weer thuis voor een diner. Vroeger hield men nog oprecht van een vrouw. Vroeger bestonden er woorden als trouw. Nu is de liefde sensatie en sport, met middel tot doel als record. Vaak denk ik aan die oude tijd van romantiek en vrolijkheid. Geen stroomlijn en geen dieseltrein, maar de liefde echt en geen schijn. Vaak denk ik aan die oude tijd van poëzie en hoffelijkheid. Kwam die oude sfeer nog maar eenmaal weer. En die goeie oude tijd. Maar dokter Herman... Dokter Herman is heel aardig. Noem je dat aardig? Ach, wat. Je moet het leven een beetje kennen. Professor, nou weet ik niet meer wat ik zal doen. Heel eenvoudig, mijn jongen. Deur blijven zoenen. Maar wie? Daisy natuurlijk. Je moet de moed niet zo gauw opgeven. Je bent ook jong geweest. Ik heb ook pianoles gegeven. Ik heb wel eens meisjes verzoend. Ik ben nog wel eens uitgegooid. Ze hebben nooit veel kwaad gedaan. U hebt gelijk, professor. Maar ik geloof dat onze Peter wat zwaar op de hand is. Ik zal die boze pa wel eens onder handen nemen. Peter! Johann Strauss. Die zou jou uit de moeilijkheid helpen. Johann Strauss? Waarom? Zijn muziek natuurlijk. Laat het er maar aan mij over. En, vergeet niet, doorgaan met zoenen. Het treden van het grasperk is ten strengste verboden. Het betreden, ja, maar het zoenen is toch niet verboden? Op een avond in mei heb ik een meisje gekust, ging aan het sprookje van lieve geloven. Die tijd van geluk en van die eerste kus komt steeds in gedachten weer boven. Op een avond in mei heb ik een meisje gekust, dan moet je in liefde geloven. Het is zo gelukkig, zo zacht. En vergeet, gaat zo vaak weer voor mij. dat er weer boter en suiker op de ontbijttafel staat. Je weet toch dat juffrouw Daisy dat niet hebben wil? Juffrouw Daisy heeft me gezegd dat er 's morgens weer suiker en boter op de ontbijttafel moeten staan. Ja, Johan, dat is in orde. Nee, Johan, neem die boter en die suiker weer mee. Johan, laat die boter en die suiker hier. Johan, je laat ze niet hier. Johan, je laat ze wel hier. Weet u nou nog niet dat ik hier de orders uit te delen heb? Je kunt wel gaan. En hoe moet dat nou met mijn vermageringskuur? Je houdt toch zo van boter en suiker? En die slanke lijn dan? Van meneer Maurice Chevalier. Jij wil vredesonderhandelingen met mij aanknopen, hè, kindje? Vredesonderhandelingen? Kom hierbij. Dan zeg jij die meneer Peter mag rust uit je hoofd, hoor. Meneer. Meneer. Ja. Meneer, in de spreekkamer zit een beeldschoone, chique jonge vrouw. Prachtig. Nou begrijp ik waarom jij zo mager wilt worden. Maar als je nou denkt dat jij elke vrouw het hoofd op hol kunt brengen, dan heb je het glad mis. Daar heb ik ook nog een woordje in te zeggen. Nou zal ik dat schone beeld in de spreekkamer ook eens gaan bezichtigen. Een ogenblikje. In de huishouding deelt jij de lakens uit. Maar in de praktijk ben ik de baas. Hè? Dag mevrouwtje. Wat een aangename verrassing op de vroege morgen. Oh, dokter, ik heb toch zo'n vreselijke kiespijn. We zullen eens kijken, mevrouwtje. Ja. Zo. Dank. Hoofd omhoog. Zo, achteruit. Zo goed? Ja. Nou. Waar zit die? Die ondeugende kies. Daar. Hap. Ah! Fijn. Ja. Ik zie toch niets? Maar dokter, ik heb een ontzettende pijn. Weet u? Ja. Nou wilt u dan eens goed aanwijzen. Hier. Ik zie niets. Allemaal gaaf. Maar als u echt pijn hebt, dan zal ik er een paar moeten trekken. Oh nee, dan zou ik een dikke wang kunnen krijgen. En ik moet vanavond naar een muziekavondje bij professor Berger thuis. Nou ja, en dan kan ik toch moeilijk komen met een dikke wang? Natuurlijk, dat gaat niet. En dan laat professor Berger u vragen of u ook zou willen komen. Nee, met geen 10 paarden krijgen ze mij een muziekfeestje. Ook niet samen met mij? Of voelt u zich misschien een beetje oud in gezelschap van een jonge vrouw? Als ik ga, dan ga ik natuurlijk alleen voor u. Wilt u mij even excuseren? Jazeker. Oh, ik dacht dat die pianoleraar er was. Dokter Herman, mag ik u even goeiedag zeggen? Vader. Oh, neem me niet kwalijk. Dit is mijn dochter, mevrouw Lola Meertens. Zou ik u mogen verzoeken? Tot ziens. Dag, mevrouw Meertens. Johan. Jij, vrouw. Denk je dat vader verliefd is op die vrouw? Ja. Nee. Wat zeg je? Ja. Nee. En wat nou, ja of nee? Johan! Kom eens vlug hier. Johan, leg maar ook klaar. Ik ga vanavond uit. Maar denk erom, zeg niets tegen mijn dochter. En zorg voor een boeket mooie rozen. zijn staat op veilig. Waar ga jij naartoe, Daisy? En jij? Kegelen. Met een boeket? Ja, met een boeket. En waar ga jij heen? Ik ga tennis. Oh. Zonder racket? Ja. Meneer, uw wagen staat voor. Dag, Daisy. Dag, vader. Vader. Ja? Je bloemen. Dank je, Daisy. Voor de kegelbaan. Dank je. Weet jij ook waar Daisy naartoe gaat? Ik heb er geen flauw idee van, meneer. Als jij het me morgen niet kunt zeggen, dan... Ben ik ontslagen. Precies. Jij weet toch zeker wel waar vader naartoe is gegaan? Ik heb er geen flauw begrip van, juffrouw. Als je het me morgen niet kunt zeggen... Ben ik ontslagen. Juist. Jij je kindje. Ga dadelijk naar huis. Dames en heren, nu zal ik u mijn beste leerling voorstellen, Peter Gruber. schön als Wien, du mein Wien, voller Liebe und voll Melodie, und deine Frau und dein herrlicher Wein, das muss ja doch was Besonderes sein. Wien, schönes Wien, du mein Wien, in dir steckt doch was himmlisches drin. Wer das nicht glaubt und nicht fühlt, tut mir leid. Der hat kein Herz, kein Vond u het niet verrukkelijk? Ik weet niet wat u bedoelt. Uitstekend buitengewoon. Schitterend. Kom, we gaan eruit. Vader. Dokter, mag u even spreken? Kijk eens, hoe die meisjes met Peter aan het flirten zijn. Ben je jaloers? Hou wel, mens. Goedenavond, Daisy. Nou ben je in je element, hè? Maar wees toch niet zo jaloers, Daisy. Schiet er voor mij ook nog iets over? Ja. Dokter Herman, dit is de bekende impresario, Derley, die zoveel voor mijn leerlingen heeft gedaan. Aangenaam, meneer, heel aangenaam. Dokter, hoe maakt het? Apropos, dokter, nou moet u me toch eens vertellen hoe u de stem van Peter Gruber vindt. Interesseert me helemaal niet, professor. Maar beste dokter, die Peter is... Die jongen heeft werkelijk een buitengewoon mooie stem. Ik heb de professor juist verteld dat ik bezig ben met het samenstellen van een Weens orkest waar Peter mee naar Antwerpen gaat. Pardon, wij hebben geloof ik nog iets met meneer Gruber te bespreken, niet? Een ogenblik, dokter. Waar is Daisy nou? Ach, wilt u even juffrouw Herman roepen? Drinken op hen die we lief hebben. Hoe bedoelt u dat? Daisy, jij gaat onmiddellijk naar huis. Ik heb een woordje met je te spreken. Dokter, zullen we op uw dochter drinken? Op het geluk van Daisy. Leven mag beteren. Geluk wens met je eerste engagement, mijn jongen. En dan moet ik die dokter Herman eens even hebben. Dat is toch een oude... Brombeer. U bent een echte oude brombeer. Ik wil niets met dat gedoe met die Peter te maken hebben, mevrouw. Nou, dokter. Die Peter heeft een heel mooi contract afgesloten. Nou? Kan me niet schelen. En morgen gaat hij met een orkest naar Antwerpen? Is dat nou wel nodig? Maar Daisy, wees toch verstandig. Ik ben zo blij dat ik een engagement heb. En dat ik je vader kan laten zien dat ik geld kan verdienen. Als die jongen succes heeft in Antwerpen en hij verdient behoorlijk geld, dan valt er met mij wat te praten. Zo mag ik het horen, dokter Herman. En wat moet er nou met mij gebeuren? Hoe bedoelt u? Nou. Als Daisy weggaat, dan blijf ik toch alleen achter in dat grote huis. Nou, en Johan dan? Johan? Die geef ik 3 maal in de week zijn ontslag. En stel u nou voor dat hij het aanneemt. Daar lacht u nog om. Maar in ieder geval blijf ik toch alleen als mijn kind weggaat. Ik heb altijd gedacht dat u mijn vader wilde afnemen. Ik wilde in de eerste plaats Peter helpen. Denkt u dat hij me trouw zal blijven in Antwerpen? Ik heb gehoord dat er zoveel mooie meisjes zijn. U heeft toch wel gemerkt hoe die vrouwen zich aangesteld hebben? de muziek aan. Nou ja, voor een man zou ik nooit mijn hand in het vuur leggen. Dus dan heb ik toch gelijk dat ik hem niet naar Antwerpen wil laten gaan. Weet je wat, kind? Kom bij me in Den Haag logeren. Van Den Haag naar Antwerpen is niet ver. We kunnen wel eens zien hoe hij zich daar gedraagt. Dag, mevrouwtje. Ach, dag, dokter Herman. Ik heb Daisy juist voor een dag of 14 bij mij in Den Haag te logeren gevraagd. Dat is een uitstekend idee. Misschien zijn ze dan dat jongen... Ze weten toch meer, dat gaat onze Herrgott zo maar. Wien, schönes Wien, nur mein Wien, voller Liebe und voll Melodie, und eine Frau und ein herrlicher Wein, das muss ja doch was Besonderes sein. Wien, schönes Wien, nur mein Wien, in dir steckt doch was Himmlisches drin. Wer das nicht glaubt und nicht fühlt, tut mir leid. Der hat kein Herz, kein Gemütlichkeit. Schönes Lied, nur mein Lied, voller Liebe und voll Melodie. Und deine Frau und dein herrlicher Wein, das muss ja doch was Besonderes sein. Wie schönes Lied, nur mein Lied, in dir steckt doch was Himmlisches drin. Wer das nicht glaubt und nicht fühlt, tut mir leid. Der hat kein Herz, gar Gemütlichkeit. Het succes van Peter schijnt nog veel groter te zijn dan we verwacht hadden. Ja, geweldig. Wat zullen die vrouwen het hem weer lastig maken? Ha, wat kun je daaraan doen? Laat ze maar stilletjes gaan. Dat hoort nou eenmaal bij het beroep van een kunstenaar. Hoe meer de vrouwen hem achterna lopen, des te groter is zijn succes. Ja, maar dat hou ik niet uit. Op die manier zou je mij tenslotte gaan vergeten. Kun je daaraan doen? Of wil je misschien naar Antwerpen gaan en Sherlock Holmes spelen? Met een aangeplakte baard en een blauwe bril. Maar dat is een idee. Wat? Met een baard? Nee, met een bril. Hoe zie ik er nou uit? Prachtig. Zwart staat je nog beter dan blond. Je bent werkelijk niet te herkennen. Alleen die paar haartjes moeten er nog uit. Au! Zo, nu is onze Daisy een echte American girl. En als Peter je zo ziet, herkent hij je beslist niet. Ik herken mezelf bijna niet. Aangenaam kennis te maken, Miss Jenkins. Wat wil je, juffrouw? Dat heeft ze me niet gezegd. Nou, laat u dan maar binnenkomen. Good morning. Miss? Jenkins. En waarmee kan ik Miss Jenkins van dienst zijn? I'm pianiste. Hebt u niet een job voor me in uw orchester? Misschien wel. Laat eens horen wat u kunt spelen. Thank you, Mr. Gruber. Tot vanavond. Zo jaloers. Liefste papa, vele groeten en kussen uit Den Haag. Brief volgt, Daisy. Liefste papa, vele groeten en kussen uit Den Haag. Brief volgt, Daisy. Brief volgt, brief volgt, brief volgt. Maar er staat niet bij wanneer. Van mevrouw Lola ook niet. Of heb jij soms wat ontvangen? Nee. Maar wat zal ik u zeggen? Misschien amuseren de twee dames zich in Den Haag zo uitstekend dat ze geen tijd hebben om u uitvoerig te schrijven. Ja. Maar het is toch vreemd. Eerst zou Daisy maar voor 2 weken weggaan. En nou is het al bijna een maand. Maar enfin, met vrouwen weet je nooit. Zeg dat Den Haag. Dat is toch niet ver van Antwerpen, is het wel? Zou Daisy misschien... Een klok in de verte, de tijd vliegt voorbij. En de schemer gaat over het veld. Het kan je niet schelen, hoe laat op het woord. Je hebt nog zoveel niet verteld. Ze moet toch nog weten hoe lief je haar hebt. Door de bomen kijkt guitig de maan. En zij op haar beurt weet je ook eeuwig trouw. En het gaat weer van voren af aan. Meisje gekust, ging aan het kroopje van liefde geloven. Die tijd van geluk en van die eerste kus komt steeds in gedachten weer over. Op een avond in mei heb ik een meisje gekust, dan moet je. Zou ik een ogenblik alleen willen spreken, Miss Jenkins? Zo, nu is het uit met dat gebonk. Ik kan uw pianospelen niet langer aanhoren. Gaat u bij de grote trom zitten? En als u dat ook niet kunt, kan ik u niet langer gebruiken. Ben ik krankzinnig geworden? Wacht u tot ik begin. Let je nu goed op. Sla niet uit de hart. Wat een gelijkenis met dat Weense meisje. Wel iets meer intact. Tempo dat het pakt. Toch is er verschil. Ik weet niet tussen jullie beiden. Je bent knapper. En je haar. Mooier zijn je ogen. Interessant. En zo klein en rond. Is je lieve mond. Zo'n schalkse mond is om te zoenen. Pauze is afgelopen. Stel je voor, hij heeft me niet herkend. Maar wat deed hij dan? Hij bedriegt me. Met wie? Met wie? Met mezelf. Met jou? Want het is toch onzin? Hij heeft geprobeerd me te zoenen. Nou, wat wil je dan? Dan is toch alles in orde? Nee, dan is niet alles in orde. Hè? Hij is toch niet verliefd op mij, Daisy? Hij is verliefd op het Amerikaanse meisje. Maar nou heb ik er genoeg van. Ik ga naar huis. Hou je van hem? Dan is er maar één middel. Je zorgt ervoor dat hij de Amerikaanse met de Weense bedriegt. Zou Daisy misschien met die Peter? Wat zou u ervan denken als u eens naar Den Haag ging? Naar Den Haag? Mm-hmm. Naar Den Haag. Den Haag. Waarom? Nou, voor mevrouw Lola. Ik geloof zeker dat u en mevrouw Lola... Onbeschaamde vlek. Nog uiteraard. Pak je koffer. Je bent ontslagen. Hallo, met dokter Herman. Wilt u mij 2 plaatsen reserveren in het vliegtuig voor vanmiddag naar Rotterdam? 2. Ja, dank u. Johan. Ik zal maar weer genade voor recht laten gelden. U kunt blijven. Dank u wel, meneer. Maar laat hem maar gepakt. We vertrekken direct per vliegtuig naar Rotterdam. Het is toch naar mevrouw Low. Nee, ik heb niks gezegd. Bestel direct een wagen voor het vliegveld Asperen. Asperen. Hij is in de hol. Laat meneer binnenkomen. Mevrouwtje, ik ben ook blij u weer eens te zien. Wat? Hebt u 2 boeketten tegelijk voor me meegebracht? 2 boeketten, hoe komt u daarbij? Is er een voor Daisy bij? Ach, ja natuurlijk, Daisy. Waar is Daisy nou? Ze komt dadelijk terug. Ze is naar de kapper. Gaat u zitten, dokter. Dank u. Die dames zijn toch allemaal hetzelfde. Ze zijn af bij de kapper of bij de naaste. Ja. Alsjeblieft. Dank u. En dokter? Wat is er voor nieuws? Hoe gaat het met die goede oude Johan? Nou, ik moet zeggen, je gebak is uitstekend, hoor. Ja, we hebben hier de Weense keuken. Aha. En straks krijg je nog een lekker boutje. Pastei, dat is wat voor mij. Een fijne reep uit de laatkermijn. Voor dat zou ik altijd bij jou willen zijn. Reepout, ach niet meer. Wat een fijne heer. Ik heb jou een dorpsvriend met jou een liefje. Na een smulpartij komt de beurt aan mij. Nee, dat hou ik niet meer uit. Loop rond. Johan, ik ken jou te goed. Het is niet om mij. Maar dat je zo doet, met snert op een hutspot, hou ik je niet mee. Maar Hans of Reeboud, het liefst alle 2. Nee, maar kind, wat hebben we nou? Zo'n boos gezicht vergeet ik niet licht. Een vrolijk snuitje, daar hou ik wel van. Maar zoiets pruilen staat me minder aan. Het spreekwoord zegt zo goed wat bij een mannen doet. Door zulk eten kun je weten of hij liefde voelt en wat hij bedoelt. En mijn maag is heel tevreden. Lieve Johan, begrijp ik het goed? Als je het meent, dat je me neemt, krijg je dagelijks een heel fijn diner. Dat bak ik en braad ik iedere dag voor 2. Maar natuurlijk, dokter. Eigenlijk heb ik u en Wenen wel een klein beetje gemist. Een klein beetje? Om je de waarheid te zeggen, heb ik je heel erg gemist, Lola. Wat zou je ervan zeggen als een malle, oude vent als ik? Een malle, oude vent. Een knappe, jonge man. Zo'n knappe jonge man als jouw man zou willen worden, Lola. Hans. Wat ben ik een stommerd om op dit moment binnen te komen. Kijk nou maar goed uit je ogen. En zet de koffie daar tenminste neer. Anders laat je ze nog vallen ook. We hebben ook nog Weens gebak. Daar hou je zeker wel van, hè? Zeg eens, meisje, is juffrouw Herman nog niet terug? Juffrouw Herman? Die is toch in Antwerpen, in het orkest bij meneer Gruber? In Antwerpen? Lola, wat doet mijn dochter in Antwerpen. Ga zitten. Maar ga toch zitten. Hans, zijn we nou verloofd, ja of nee? Dan moet ik eens een hartig woordje met je spreken. Dat begint al goed. Kijk eens, ik word nou de moeder van Daisy. Dus moet ik ook om het welzijn van mijn dochter denken. Vooral als haar vader zo dom is als een zekere dokter Herman. Bedankt. Maar als jij wilt dat Daisy en Peter trouwen, dan... Dan? Dan kunnen wij beter direct gaan scheiden. Hans. Jij bent toch ook verliefd? Hm? Jij verlangt toch ook naar geluk? En wil je dan niet dat je dochter gelukkig wordt? Als jij wilt, dan gaan wij dadelijk naar Antwerpen. Dus vandaag spelen we voor de laatste keer samen, Miss Jenkins. I hope you was tevreden met mij. Als pianiste vind ik u ontzettend. Maar overigens bent u mij zeer in de smaak gevallen. Maar Mr. Gruber, you have een meisje in Wenen. Ach, dat kind. Daaraan denk ik toch helemaal niet meer. Oh, I see. Zo behandelt u dames. Miss Jenkins, zonder bril ziet er veel aardiger uit. Veel liever. Werkelijk om te zoenen. Dat is... Daisy. Totaal onherkenbaar. Zwart haar, een bril. Niet te herkennen, hè Johan? Niet te herkennen. Vroeger toen reed men met wagen en paard. Vroeger toen reisde man kalm en bedaard. Nu jaagt en jakkert men over de weg. En toch heeft men even veel pech. Vroeger werd er nog niet zoveel geklaagd. Vroeger was het leven nog niet zo gejaagd. Nu vliegen de auto's je pijlsnel voorbij. De stofwolken blijven voor mij. Is hier geen auto? Waarom een auto, juffrouw? Mijn paard is toch veel betrouwbaarder en gemoedelijker. Stapt u maar gerust in. Wat zo'n meisje het liefde al niet doet. Laat nu eens zien dat je een goede vader bent. Dat weet ik toch al lang. Ik moet zo gauw mogelijk mijn koffers pakken naar Wenen terug. Wenen? Ja, natuurlijk. Waarom is ze weggelopen? Ik begrijp het niet. Ga eens mee. Ja. Aha. Daar hebben we de ontvoerder van mijn dochter. Ah. Laat die arme jongen nou niet langer op de pijnbank liggen. Jullie houden toch van elkaar, jij en Daisy? Ja, je hoeft mij niet aan te kijken, beste jongen. Ik heb niets te vertellen. Daar staat de opperste instantie. Als je toekomstige schoonmoeder, geef ik je mijn toestemming. Lola, je bent de allerliefste schoonmoeder van de wereld. Stop. Afblijven. Ja, dan maar naar Daisy. Waar is zij? Vlug, Johan. De trein vertrekt dadelijk. Ja, ja. Niet aan vader vertellen, hoor, dat je hem naar het station gebracht hebt. Als ik nou niet het jubileum van mijn 500ste ontslag moet vieren, weet ik niet meer. Moet ik zo een japon laten maken voor de opening van mijn etablissement? Het is maar een lang proces geweest, maar alles is toch nog gelukkig afgelopen. Zo'n japon? Nee, vrouw. Maar dat is toch zeer modern? Ik begrijp niet dat de vrouwen zo rondlopen. Dat is half naakt. En dat ze het niet koud hebben. Weet u wat? Verandert u deze zwart satijnen japon maar een beetje als het kan. Die is nog van een zilveren bruiloft. Noemt u dat een japon? Dat is een badpak. Wat zou Peter daar wel van zeggen? Maar kent u Peter eigenlijk wel? Kijk eens. Daar staat hij. Met zijn orkest. Hij komt vandaag. Dag, Daisy. Zo? Miss Jenkins? Daisy, ben je boos op me? Ik moest eigenlijk boos op haar zijn. Dat kind houdt haar vader een beetje voor de gek, geloof ik. Dat komt ervan als de leiding van de moeder ontbreekt. Die nieuwe mama. Daisy. Zo, dat is de eerste verrassing. Ja, en in de spreekkamer is de tweede. Dan maar gauw kijken. Je moest je schamen. Hoe durf je je nog te vertonen? Maar Daisy... Je hebt me bedrogen. Ik? Met wie? Met wie? Met je pianiste, Miss Jenkins. Maar dat ben jij toch geweest? Dat wist je toch niet? Laat me met rust. Ik wil niks met je te maken hebben. Kindje, kindje, kindje. Wat betekent dat nou allemaal? Oh, Daisy, kind. Hou je toch kalm, Daisy? Jij bent de schuld van alles. Maar nou is de maat vol. Pak je koffer. Nou is het menens. Je bent ontslagen. Een zonnige dag en een jonge student en een meisje blotblozend en fijn. Een uitgezot plekje had niemand bekend, te midden van geurend jasmijn. Een krekeltje sjir en een vogeltje zingt en de hele natuur die leeft mee. Gefluisterde woordjes, een lachje, een kus. Je voelt het geluk, alle twee. Op een avond in mei heb ik een meisje gekust. In een kopje van liefde gelopen. Die tijd van geluk en van die eerste kus. Komt steeds in gelachen je boom. Daisy is hier. Kalm maar, jongen. Ik zal het wel in orde maken. Waar ga je naartoe, kindje? Laten we nu ergens anders heen gaan, vader. Laten we nou blijven. Het is hier zo gezellig. Natuurlijk, kom dan mee. Je zult je best amuseren. Kom. Van mijn 500ste ontslag. Mag ik u misschien tot die 5 uitnodigen? Laat mij dat nou eens doen. Over. Breng eens 2 liter wijn. Jij blijft toch bij onze betrekking, Johan. Natuurlijk. Zonder mij had u de bruiloft toch niet kunnen vieren. Dacht u nou werkelijk dat mijn koffer gepakt heb? Dat heb ik in die 16 jaar. Nog nooit. Jij bent... ontslagen? Nee. Levenslang. De steunpilaar van de familie. Kijk hier, kind. Peter heeft je dadelijk herkend. Nou moest ik eigenlijk pas goed boos op hem zijn. Peter! Vroeger was alles nog sober en klein. Vroeger kon er nog tevreden zijn, maar in deze snelle, opjagende tijd misluk je met rustig beleid. Vroeger, toen had je nog harten van goud, nu laat het verdriet van een ander je koud. Kortachtig voert men de strijd om het bestaan en trekt er van niemand iets aan.